Marja is moeder van 3 kinderen en heeft kanker. Het is zo moeilijk om met kinderen, weet je, je bent niet alleen ziek, je bent met je hele gezin ziek. En de kinderen die, ja, hoe ga je het zeggen, hoe ga je het vertellen? Niet alleen Marja worstelt daarmee, ziet verpleegkundige Danielle, ook andere kankerpatiënten. Op haar afdeling ziet ze een toename van kankerpatiënten met jonge kinderen. En om haar patiënten te helpen de ziekte uit te leggen aan hun kinderen, besluit ze een boek te schrijven. Ik ben Jack. Jack leert over kanker. Jack is even stil over wat hij heeft gehoord. Het ging over kanker. Wat is dat een raar woord? Kanker, kanker, kanker. Als je het een paar keer zegt, klinkt het nog veel stommer en ook wel erg slecht. Kinderen hebben het denk ik het meeste aan als ze gewoon eerlijk horen wat het allemaal is en niet verpakt in andere woorden. En dus Jack is daardoor een hulpmiddel geworden om dingen in begrijpelijke kindertaal uit te leggen. Het gaat om cellen in je lijf die er een potje van maken. De dokter geeft dan medicijnen. Daarvan word je moe en moet je braken. Collega en vriendin Angelique brengt Jack tot leven met tekeningen. Ze is blij met de reacties op het boek tot nu toe. Ja, er zijn veel reacties. Ja, die zijn zo positief. En ja, we zijn blij dat we dit gedaan hebben. Want het is gewoon echt hard nodig. Het is een zwaar gevecht, dat wel. Maar kapitein Chemo kan ze aan. Soms moet hij wat geduld hebben om ze voorgoed te kunnen verslaan. Morgen wordt het boek officieel gepresenteerd. En vanaf dan kunnen Jack en kapitein Chemo hun werk gaan doen in heel Nederland. Ik vind het een geweldig initiatief. Echt, je gezin staat compleet op zijn kop. En dit kan echt een mooie bijdrage zijn om het te verwerken met je gezin.